Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien Remus en haar naam is... Lina. We zijn hier in de Albert Heijn aangekomen hier in Asselt voor bloemen gaan te kopen voor haar opa, haar graf. Zijn graf. Zijn graf. Merci voor de verbetering en ik lag bijna met mijn smikkel en smakkel buiten. Wat gaat je doen? Ja, we moeten het door elkaar hebben. Ah ja, daar is het van elkaar. Dus, ja, we moeten in elkaar hebben, schat. Dat is wel waar. dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Dus ik zit hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Tot deze. Ja. En vergeet ook niet op het tingelingelingelingeling belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op mijn kanaal. En nu gaan we richting Albert Heijn. Dus nu ga ik stoppen met filmen. Dus ik zie jullie allemaal straks. Dus tot straks. Ik heb van een plantje dat we hebben gekocht voor haar opa. Schoon, hè? Zijn jullie er content mee? Ja. Ik ook. En nu weer lopen als dat ik niet val. Gelijk er juist. Eftel. Ja, dat wil ik wel. En het is nog prachtig weer, want we gaan ook nog zelfs ook nog wandelen. Maar eerst even naar mama thuis toe. Ja, maar waar toch? Maar je moet dat even daar neerleggen. Oh. Ja, dat weet ik niet meer. Vrouwen, hè? Ja, maar dat was zwaar aan het worden. Voilà, moet ik even overnemen? Nee? Oké, dan niet. Ja, nu is ze weer al de deur toe. En dan wil ik haar materiaal geven. Ja, mijn materiaal moet je aan de kant geven. Ah, oké. Ik moet het materiaal aan de andere kant geven. Oké, dan. Vrouwen! Alsjeblieft, schat. Oh, ik moet het allemaal in haar handtas steken. Niet vergeten meer, hè, schat. Want ik heb dat de vorige keer ook gezien in de vlog, hè. Vrouwen, die was haar handtas vergeten. Ah nee, dat was op Discord toen ik live was. Juist. Ja, toen had ik gezegd, ja, mijn schat is haar kost vergeten. Dat wist ik niet eens. Oei. Allee, we gaan nu... Ik weet wel dat ik ooit eens mijn handtas ben vergeten, maar ik wist niet dat het in de vlog was gekomen of zo. Ah. Ik zat live op Discord toen. Ah. Met de kijkers, toen hangde dat hier zo op. Toen was je hier toch aan het raam. Hé, hey, kijk eens, zeg het toen. Ah, maar dat was met mijn iets anders. Ah, ja. Ja, dat was eigenlijk mijn handtas, ja. Ah. Eigenlijk was het wel mijn handtas. Ah, haar geheugen maar soms. Maar ik had wel mijn sleutels bij mij, maar normaal stik ik die altijd in mijn handtas. Ja, en dat had ze te laat door. Maar ja, maakt niet uit, we gaan nu door. Joe. Zo hier bij haar mama aangekomen. En ja, gaan we even hier zo slice en dan gaan we naar haar graf toe, van haar opa. Ja, en mama gaat mee. En haar mama gaat mee, maar dan ga ik ook niet filmen. Want ik bescherm ook haar mama ook in mijn vlogs. En ook mij. Want ik wil niet dat ze mij zo zien, dat ik bij mijn opa ben. Ah oké, okay. Dat is nu nog eigenlijk... wel. Ja, want als ik bij mijn opa ben, dan val ik in elkaar en ik wil niet dat de kijkers dat zien. Voilà, bij deze weten jullie dat. Goed. Dus nu onderweg naar uw mama toe. Van wandelen gaat er niks van in komen. Dus bij deze haal ik het er nu terug uit. Omhoog van, ja, haar, we gaan het gaan ook naar haar oma toe. Dus wel op afstand. Mijn oma heeft bedrukkelijk gevraagd om op afstand te zijn. Dus echt op afstand blijven, blijven daar ook. Omhoog van, het is niet mijn bubbel, dus daarom dat ik ook op afstand blijf. Bij deze. Tot straks.
Ja, mijn schat begint hier nog de boel af te breken bij de frituur. Hé, schat. Ja, maar dat was per ongeluk. Ik weet het, ik weet het. En het was gelukkig niet kapot dus. Nee. Nu zijn we terug onderweg naar haar mama thuis toe. Om te eten! Yay! En daarna gaan we naar de graf toe. Daar ga ik dus even niet filmen. Of dat wil zij ook niet. Dus dat respecteer ik dan. Bij deze. En de mondmaskers. Van mij mag je alleen mee filmen bij het graf, maar niet met mama. Oké. Ik wil dat toch op film staan dat ze dat zien. Ah, oké. Dus jullie hebben het gehoord. Ik zie jullie allemaal cijfers terug. Zo, we zijn hier op het kerkhof aangekomen van Stevoort. En nu gaat mijn schatje de bloemetjes neerleggen. Bij wie was het weer? Dat ga ik niet zeggen, dat is privé. Ja, nee, maar oom, opa. Opa. Voilà. Heb ik toch chance gehad dat ik het toch goed gezien heb? Oei. Het is even hard. Kan ik geloven. Ze doet dat echt heel goed. Zo, mijn schatje heeft op haar plaat kunnen rouwen. Ze had het ook even moeilijk, dus ik ga even ook haar alleen laten. Ja, en dan gaan we subiet naar haar oma toe. Dus dan weten jullie dat. En nogmaals, sorry dat ik vrijdag niet heb gefilmd en zaterdag niet heb gefilmd. Vandaag is het al zondag, dus. En morgen ga ik sowieso ook de Q&A opnemen. Die gaan nog altijd gewoon door. Dan heb je hier ook nog een hele mooie monument. Moet ik wel eerlijk toegeven. Staat daar ook iets op of niet? Nee, daar staat niks op. Nee. Een monument. Heel schoon. Dus dan gaan we nu richting naar haar oma toe. Tot ziens. En dat ik er altijd er voor jou zal gaan zijn, dat is waar. Want jij zit mijn engste oma. Yo. Die ik echt graag mag en zo. Dus dat je, en ook altijd graag ga blijven zien. En dat ik er altijd voor jou ga zijn als je het nodig hebt. En ik wil je niet kwijt. Want zoals jou ga ik nooit meer zien vinden. Ga ik nooit meer vinden. Je bent eerlijk, soms streng, maar altijd oprecht. Oh, dat is waar. Dat is soms streng aan mij. En dat vind ik zo mooi aan jou. Lieve oma, ik hou zoveel van jou dat je zo lief voor mij bent. En dat je er bent wanneer ik het nodig heb. En wanneer ik mijn hart wil luchten. Over van alles kan praten met mijn lieve oma. Oh, dat en dan had ik nog een hartje getekend met onze naam. Oh, dat is wel heel lief. Dank u wel, kind. Dat is heel lief. Kijk even. I'm back home. Home alone. Home alone.
Home alone, home alone, home alone, home alone, home alone, home alone. Ja, dat is ook een goede film, Home Alone. Wist je dat ook de acteur op latere leeftijd ook contact is gekomen qua drugs? En over drugs gesproken. Ik ben er niet content op, hè, wat er op Discord is gebeurd. Ik heb alleen maar een kick uitgedeeld. En dan pak ik nog de verkeerde sleutel. Omwille van dat daar loose zakjes aan het gebeuren was op de chat. Dus ook via deze weg doe ik een oproep naar de moderatoren. Als er zo deals worden gemaakt. Gelieve te kicken. You got me permission. Dus iedereen bij deze is gewaarschuwd. Dus als je nog drugsdeals of zo doet, niet doen alstublieft. Dank u. Dus bij deze. Ik ben terug thuis. Mooi de Q&A opnemen overdag. Dat ga ik zeker doen. Ik ga nu nog rustig iets bekijken. Ik weet nog niet wat. Maar iets. En dan richting Dromeland. En dan morgen begin ik echt met al mijn vlogs waar ik achter sta. Voor het online te krijgen. Gewoon online. Dus er gaan 3-4 vlogs online gaan komen of zo. Maar ze komen eraan. Bij deze. En nu zie je alleen maar stipjes. Ja, maak daar maar weer al zo'n movie van. Echt waar. Het is 10 uur. Dus ik ga hierbij ook afsluiten. Want ik ben ook moe. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet niet wat ik ga doen. Oh ja, ik moet morgen ook nog de afwas doen. En morgen de afwas. En nu ga ik nog naar iets kijken. En heerlijke pudding eten. Ja. Eén. Nee, ik ga er in één keer er 2 van maken. Die kap ik gewoon om in die ene. Dan heb ik daarvan 2 kommetjes die ik moet meenemen. Is maar eentje. Dus heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het dingelingelingelingeling te drukken op het belletje. En dan blijven jullie sowieso op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog gaat zijn. Wij zijn er eerst naar locatie X gegaan voor daar Pasitofs te kijken en Enzo Knol. Ja, we hebben dus daar 2 afleveringen gekeken van Pasitofs. En nu ga ik nog 1 aflevering kijken, want ik zie dat toch wel graag. En dan ook nog de Code van Koppens ga ik ook nog kijken. Oh, ik heb nog zoveel om te kijken. Dus ja, ja, ik heb nog een drukke avond voor de boeg. Bij deze, tot morgen. Joe.